Dag dames en heren, komende week gaat burgemeester Jorisma naar Den Haag om daar de Brainport actieagenda aan te bieden aan de politiek. Gaat het de regio Eindhoven nou eindelijk eens fors meer geld uit Den Haag opleveren? En kan burgemeester Jorisma eigenlijk nog wel optreden tegen toespraken van haatpredikers, bijvoorbeeld in de Al-Furqaan moskee? Een verbod daarop heeft de rechter pas geleden van tafel geveegd. Daarover ga ik praten met burgemeester Jorisma. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer Jorisma, welkom weer. Voor zover ik dat kan zeggen, want we zitten in uw raadzaal deze keer. Het wordt de komende week een spannende week. U gaat naar Den Haag om daar met anderen de actieagenda van Brainport aan te bieden aan allerlei fractievoorzitters. Wat mogen we daarvan verwachten? Inderdaad, een hele spannende week. Het is ook een apotheose van een aantal maanden hard werken. Hard werken met alle partners hier in de regio, de industrie, de kennisinstituties, de overheden. Om te komen tot een wat wij noemen nationale actieagenda. Een nationale actieagenda die eigenlijk is voortgekomen uit de nominatie tot Mainport regio in november. En we hebben altijd gezegd dat is een mooie naam, Mainport. Maar wat nu? Wat is nu de inhoud? Ja, want tot nu toe is er eigenlijk altijd vastgesteld. Amsterdam en Rotterdam worden op heel veel punten voorgetrokken. En dat gaat financieel om hele grote bedragen. En als deze regio ook als Mainport erkend wordt, dan kunnen we eindelijk ook mee gaan doen. Maar betekent dat u dan ook vergelijkbare bedragen gaat vragen? Nee, ik heb steeds gezegd, wij gaan niet met de hand uitgestoken zo van gooi er maar geld in. Wij bieden partnership aan. Deze regio is inderdaad naast Rotterdam en Amsterdam de derde economische kernregio. Dat hebben we ook vervat in die actieagenda en hebben gezegd wat kunnen wij bijdragen aan de BV Nederland. En dat vult ook aan op datgene waar Amsterdam goed in is, in handel, in diensten. Rotterdam goed in logistiek, maar hier zit de kennisintensieve industrie. En die drie luik samen, die is van eminent belang voor het verdienvermogen van de BV Nederland, voor de banenmotor van Nederland. En inderdaad, wat u zegt is terecht, Amsterdam en Rotterdam worden toch wel behoorlijk op een andere wijze gefinancierd dan deze regio. En dat is ook de inzet in de actieagenda om te komen tot een betere ontsluiting van de regio, voorzieningen op het gebied van de internationalisering en cultuur. Want u zegt van wij gaan daar niet onze hand op houden, maar dat klinkt al bijna als we gaan niet om geld vragen. Maar uiteindelijk zit daar dus wel ook een financiële component in. Weet u, als je met goede plannen en ideeën komt, is geld een middel. Geld is geen doel. Als wij zeg maar het mainframe, de hoofdlijn in onze actieagenda is de kennisontwikkeling en talentontwikkeling. We hebben hier fantastische bedrijven, we hebben een fantastische universiteit. We hebben schreeuwende behoefte aan de beta-mensen. En de vijver is een beetje leeg gevist in de afgelopen jaren op het gebied van die kwaliteiten. En die kwaliteiten zijn nou juist onderscheidend voor deze regio. En als je die mensen aantrekt uit het binnenland en uit het buitenland, dan betekent dat je daar ook voorzieningen voor nodig hebt. En die voorzieningen op het gebied van internationalisering, op het gebied van cultuur, op het gebied van ontsluiting, die zijn evident. En als je geaccommodeerd wordt op het feit van talent en talentontwikkeling, dan betekent dat de rest een gevolg daarvan is. En daarvoor houden we dan in zekere zin ja de hand op. Maar betekent dat dan dat u eigenlijk op het hele wensenlijstje wat erachter ligt iedere keer die link moet gaan leggen met talentontwikkeling? Want van het verbreden van de A67 naar talentontwikkeling, dat lijkt me nog wel een grote stap. Nee, het is namelijk de kunst om niet vanuit bovenuit die trechter alles er maar in te gooien. Probeer het focus te krijgen naar waar is jouw regio in onderscheidend. En onze regio is onderscheidend op het gebied van de kennisintensieve maakindustrie. Daar zijn wij met het grootbedrijf en het kleinbedrijf zijn we onderscheidend in. Dat is ook in Den Haag meer dan voldoende bekend en erkend. Als je daar extra inzet op wil plegen, en dat willen we, om ook klaar te zijn voor de toekomst na 2017, 18 tot 2025, betekent dat je daar fors op moet investeren. En daar horen randvoorwaarden omheen. En dat betekent
de ontsluiting, dat betekent de internationalisering, dat betekent internationale cultuurvoorzieningen voor al die mensen die hier wonen, werken, maar ook vanuit het buitenland hier komen, die hier in dit ecosysteem komen te werken, maar die ook willen genieten van de geneugten die ook in zeg maar als regio's als Amsterdam en Rotterdam voorhanden zijn. Ja, dus uiteindelijk bijvoorbeeld de budgetten voor cultuur, dat maakt daar wel integraal onderdeel van uit. Nou, noem even een voorbeeld. Beneden de rivier is nergens een Rijksmuseum. Nou, het zou natuurlijk voor de hand liggend zijn dat er ook op dat gebied hier voorzieningen komen. Zodat het Van Abbe Museum eindelijk die status kan krijgen. Ja, wellicht. Kijk, er zit ook een stuk ambitie in met elkaar om te laten zien, we zijn hier een metropoolregio. Een metropoolregio die niet alleen nationaal, maar internationaal bekend staat. Met 170 verschillende nationaliteiten. Maar ook onze eigen inwoners die gebruik maken van die faciliteiten. En die moeten op een betere manier worden bediend. Want eigenlijk in het verlengde hiervan, afgelopen donderdag nam u ook een actieagenda in ontvangst. Ja. Die was opgesteld door het bedrijfsleven, de BZW, Kring Eindhoven. Stonden daar nou dezelfde dingen in die u ook volgende week dan gaat aanbieden in Den Haag? Nou, ik vond er een hele goede mindset in zitten. Het verhaal van de BZW gaf nog eens aan hoe breed gedragen zeg maar, de samenwerking is in deze regio. Hoe bedrijven met elkaar samenwerken om het verschil te maken ten opzichte van aanpalende, concurrerende regio's. Het feit dat wij hier een ecosysteem hebben neergezet wat eigenlijk ertoe heeft geleid dat deze regio misschien wel de leider was, en dat is denk ik ook wel erkend door het kabinet, om Nederland door die economische crisis te halen. De thema's die daarin worden genoemd, die sluiten naadloos aan op datgene wat in de actieagenda staat. Zou ook verbazingwekkend zijn wanneer het niet het geval was, omdat onze actieagenda in nauwe samenspraak met VNO-NCW, met FME tot stand is gekomen, met het ministerie van Economische Zaken, met het ministerie van OCMW, van Binnenlandse Zaken. En het zou toch wel curieus zijn wanneer de BZW, onderdeel zeg maar binnen het hele geheel van VNO-NCW, met een volstrekt andere agenda zou komen. Er waren bij die presentatie ook een aantal ondernemers die voorbeelden noemden van wat zij belangrijk vinden. Laten we daar nog even naar kijken. Wij willen ook in het onderwijs en moeten ook in het onderwijs innoveren. Dat doe je samen met bedrijven en daarom willen we ook met die bedrijven en tussen die bedrijven zitten. Wij gaan dus ook verhuizen naar de Brainport Industries Campus als voorbeeld van hoe we daar samen met bedrijven gaan opleiden. Bedrijven die willen samenwerken op het gebied van innovatie moeten daarbij meer ondersteund worden. Cruciaal voor ons bedrijf is dat de snelwegen A2, A67 en A58 zo snel mogelijk verbreed worden. Ja, dat zijn thema's die we op zich hier in de regio natuurlijk ook vaker horen. Zijn dit soort signalen, kunt u die ook meenemen naar Den Haag? Absoluut. Als het gaat om talentontwikkeling, dan hebben we het niet alleen maar over de talentontwikkeling in het universitair onderwijs, maar dan hebben we het ook over het HBO-onderwijs, het MBO, maar zelfs het LBO-onderwijs. Bedrijven als bijvoorbeeld een Van der Leegte heeft eigenlijk in de hele range hebben die permanent behoefte aan kwaliteit. Maar die hebben ook behoefte aan de kwaliteit om mensen een leven lang te onderwijzen, te onderrichten. Want wat vandaag jouw functie binnen een bedrijf is, of het nou op LBO of wetenschappelijk onderwijs is, is niet de input die je bij wijze van spreken morgen nodig hebt. Dus het betekent dat ook bedrijven, en daar zijn ze zich zeer van bewust, met de kennisinstellingen moeten bouwen aan die hele cyclus van permanente leergang. En dat hebben we gezien in het filmpje, dat daar een enorme awareness voor is van de zijde van de kennisinstellingen en uiteraard van het bedrijfsleven. Ja, en dat past dan dus in uw eigen actieagenda die u in Den Haag gaat aanbieden. Nou hebben we al gezien het binnenhalen van die status van Mainport. Die hebben u en uw mensen natuurlijk echt voor de poorten van de hel moeten wegslepen ongeveer. Deze volgstap om daadwerkelijk dingen mogelijk te maken, dat zal dan toch ook niet vanzelf gaan? Nee, absoluut niet. Sterker nog, het begrip Mainport is alweer wat gedevalueerd, omdat we steeds nu spreken over economische kernregio's. Ik denk dat we daarin ook ons heel moeten beijveren om echt te spreken over Brainport, economische kernregio. En niet Brainport, Mainport, economische kernregio. Waar hebben we het nu over? We hebben het over de toegevoegde waarde die deze regio heeft aan het bruto nationaal product.
En wij overhandigen aanstaande woensdag in het Mauritshuis aan de fractievoorzitter, zoals ze tegenwoordig op dit moment heten, en anderen, de actieagenda. En daarmee zijn we er nog niet. Wij proberen met die actieagenda, dat is alles op gericht, een haakje te krijgen in het regeerakkoord, wat er op enig moment zal komen, hopelijk zo snel mogelijk. En niet dat er een nietje wordt gemaakt aan het regeerakkoord met daaraan de actieagenda, maar dat die actieagenda eigenlijk in de hele opzet van het regeerakkoord terugkomt op het gebied van onderwijs, ontsluiting van infrastructuur, op het gebied van kennisontwikkeling, op het gebied van financiering van start-ups. Het hele gamma moet in het regeerakkoord terugkomen. Daar is ook de inzet de afgelopen maanden sterk op gericht geweest. Maar het is dus wel de bedoeling om dat soort termen, plus in het algemeen de term Eindhoven of Brainport, dat wel minimaal terug te vinden is in het regeerakkoord? Heel graag, heel graag. Maar daar ga ik niet over. Dat is zeg maar onze uiterste en is onze wens. Maar ik ben ervan overtuigd dat we na woensdag nog niet de vlag kunnen gaan hijsen. Na woensdag begint het pas. Want dan hebben we het gedropt. Dan moeten we afwachten wat komt er in het regeerakkoord. En het zou onze diepste wens zijn, en dan spreek ik namens de totale regio, dat er op enig moment een haakje in het regeerakkoord komt, waarbij de afspraak wordt gemaakt dat het kabinet samen met de regio in het komende, zeg eens wat, half jaar die actieagenda gaat vertalen in concrete stappen, in concrete afspraken en maatregelen. Als dat gaat gebeuren, dan denk ik dat we de vlag uit kunnen steken. Zag u het eigenlijk in het kader van deze lobby ook als steuntje in de rug dat Hans de Boer van VNO-NCW ook zei, oh, Eindhoven moet eigenlijk maar gewoon, ja, hij bedoelde bij de G5 komen, maar hij zei, Eindhoven wordt deel van de Randstad. Stellen van de vraag is het geven van het antwoord. De contacten met VNO-NCW, met Hans de Boer en Kees Oudhoorn, de directeur van VNO-NCW, die zijn buitengewoon. We spreken elkaars taal. Voor mij is het niet iets prestigieus om aan tafel te zitten met de G4. Voor mij is iets heel logisch dat wij dat we drie economische kerngebieden hebben die elkaar aanvullen, elkaar niet beconcurreren, die samen verantwoordelijk zijn voor het maximaal voor het verdienvermogen van dit land. En dat betekent dat je dus met elkaar ook afspraken moet maken en ook met elkaar aan tafels moet zitten om te komen tot de verdeling van de daarbij behorende middelen. Ja, dus ik ben erg blij met de uitspraak van Hans de Boer. Maar want ik denk namelijk dat toch ook heel wat mensen in deze regio zich 's ochtends in hun koffie verslikt hebben op het moment dat ze daar zagen Eindhoven Randstad. Ja, dat is maar een betiteling. Wat Hans de Boer ermee bedoelt is dat, pardon, dat wij een kerngebied zijn die bijdraagt aan het totale verdienvermogen. En kijk niet alleen maar naar de obligate regio's als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, waar we van weten dat die booming zijn geweest en nog steeds zijn. Maar dat we juist nu de erkenning hebben dat deze regio extra aanvullend is op het totaal wat we al hebben. En eigenlijk misschien wel erbovenuit stijgt als je ziet wat de bijdrage is bijvoorbeeld op R&D-uitgaven. Als we zien wat het effect is van de banenmotor die deze regio is. Als ik u vertel dat alleen al ASML elke maand 150 mensen aanneemt. Dat zijn getallen, als je dat kapitaliseert op een jaar, zijn gigantisch. Maar heb ik het alleen nog maar over ASML, dan heb ik het nog niet over de VDL's. Dan heb ik het niet over de NXP's. Dan heb ik het niet over ook het kleinbedrijf wat op dit moment ongelooflijk floreert en die alleen maar op zoek zijn naar talent en die alleen maar bezig zijn om mensen te acquireren om hun die volgende fase van hun bedrijf mee te laten doormaken. Ik neem aan dat u dit enthousiasme woensdag ook meeneemt naar Den Haag. Ik ga aanstaande woensdag met een aantal anderen in het Mauritshuis pitchen. En het enthousiasme wat er tentoongespreid wordt is hetzelfde enthousiasme wat we de afgelopen 4 maanden hebben gehanteerd om te komen tot die actieagenda. Want ik kan u zeggen dat het voorwaar geen sinecure is om te komen tot de juiste toonzetting en de juiste lijn in zo'n verhaal. Want iedereen wil op zijn of haar manier zijn statement erin hebben. En het gaat erin omdat je echt het overall statement hebt wat het belang van deze regio dient. Ik wil nog even naar een paar andere thema's uit de actualiteit. Een paar weken geleden heeft de rechter uitspraak gedaan in een bodemprocedure die eigenlijk al speelt uit de tijd van meneer Van Gijzel rondom de Al-Foukaan moskee.
waar eigenlijk uitgekomen is. De vrijheid van godsdienst is uiteindelijk van hoger belang dan de mogelijkheden die u als burgemeester heeft om te voorkomen dat daar bijvoorbeeld een haatprediker komt spreken. Kunt u nou niks meer beginnen tegen dat soort haatpredikers? Jawel. Het is zo dat het recht van vereniging en vergadering, artikel 3 van de grondwet, door in het hoge beroep wat heeft plaatsgevonden, echt een centrale boodschap is geweest. En ik mag als burgemeester niet preventief iemand verbieden iets te gaan zeggen. Als iemand iets heeft gezegd wat zeg maar in strijd is met de wet, dan kun je iemand daarop aanpakken. Ik kan u aan de voorkant niet een verbod geven om niet door het rode licht te rijden. Ja, u weet dat het verboden is, maar pas als u er doorheen bent gereden, dan krijgt u een prent. En dat is eigenlijk hetzelfde wat er met dit soort situaties is met haatpredikers. Je kunt preventief acties ondernemen wanneer iemand zeg maar een strafblad heeft of wat niet voldoet over aan de juiste papieren om te mogen inreizen hier in dit land te verblijven. Maar ik kan niet iemand bij voorbaat verbieden hier te komen omdat ik de verwachting heb dat hij wel eens iets verkeerds zou gaan zeggen. Oké, maar de vraag is dan wel, wat kun je inderdaad met uitspraken die iemand in het buitenland gedaan heeft? Je kan hem daarvoor voor laten veroordelen eventueel, maar als hij dan gewoon hier naartoe kan komen en hier ook alle dingen kan zeggen, dan hebben we iedere keer diezelfde situatie met dat er weer mensen hier naartoe gehaald worden. Wanneer die situatie zich voordoet, wanneer er mensen zijn die zeg maar patent op hebben om uitspraken te doen die in ieder geval niet binnen onze wet vallen, maar ook niet passen binnen zeg maar, de Nederlandse waarden en normen, die opruiend van aard bijvoorbeeld zijn, die haatzaaiend zijn, dan kun je best het een en ander doen. Wat ik het allerbelangrijkste vind, ik ben niet naïef, maar het allerbelangrijkste wat ik vind is in communicatie zijn met de moskee. En ik ben nochtans in goed overleg en gesprek met de moskee. We hebben met elkaar afspraken gemaakt op grond waarvan wij toetsen welke prediker, geleerde hier komt spreken. Zegt u daarmee dat u daar daadwerkelijk invloed op heeft en dat als zij plannen zouden hebben voor iemand wat hier tot onrust zou leiden, dat u kunt zorgen dat dat niet gebeurt? Ik kan met u goede afspraken maken in wederzijds vertrouwen en respect. Ik zeg, ik ben niet naïef, maar ik maak met u afspraken op basis van respect en vertrouwen. Als u die afspraken schendt, dan heeft u een probleem. Maar ik kan niet aan de voorkant al zeggen van dat ik verwacht dat u de afspraken gaat schenden. Ook in dit geval de Al-Fukam moskee heeft er alle belang bij om een relatie met de stad, een relatie met mij, een relatie met de samenleving te hebben die erop gericht is dat zij binnen hun moskee kunnen werken en handelen op de manier die binnen hun geloofsuiting past. En ook de Al-Fukam moskee heeft er geen behoefte aan om predikers te halen die hier uitspraken doen die erop gericht zijn om haat te zaaien of echt vervelende uitspraken te doen. Daar heb ik een gentleman's agreement mee met de Al-Fukam moskee. En ik heb altijd gezegd, mensen mogen mij in het leven altijd één keer belazeren. Oké, maar want tot nu toe is natuurlijk de ervaring vanuit de stad wel dat het een tamelijk gesloten organisatie is. Dat op het moment dat er kritiek komt op mensen die daar spreken, dat ze daar ook geen toelichting op geven. Dat ze niet uitleggen waarom zij vinden dat het wel goed is. Ja, we kunnen er heel lang over door blijven praten. Preken, laat ik het zo noemen, worden integraal uitgezonden op Al Jazeera, op andere media. Ze worden vertaald. Wij hebben daar mensen bij zitten die ook zeg maar, de nuance in de preken beluisteren. Nochtans hebben wij samen afgesproken dat we geen behoefte hebben aan opruiing of haatzaaiing en dat het ons beider belang is om dat te voorkomen. En ik ga uit van het respect en vertrouwen totdat het tegendeel bewezen is. En dan gaan we weer een ander arsenaal openzetten. Dan komen we er dan wellicht weer een keer op terug. Ander punt, we hebben de afgelopen weken eigenlijk om de haverklap, het lijkt wel vaker dan voorheen, verhalen over dat er toch het nodige mis is in het hele drugscircuit. Met eigenlijk nog als grootste voorbeeld
een koffieshop op het Stratumsend waarvan de eigenaar 80 kilo aan drugs thuis had liggen. Heeft u ook het gevoel dat dat uit de hand aan het lopen is? Het is een zaak van deze tijd, van deze samenleving. Waarschijnlijk dat het nu zich eventjes in een korte tijdsbestek... U doelt waarschijnlijk op het opruimen van de twee labs hier in Eindhoven. Ook. Een grote in Leende. Het sluiten de afgelopen week, althans het binnenkort sluiten van de oudste koffieshop, de apotheker hier in de stad. Ja, het is een majeur probleem. Niet alleen hier in de stad en regio, maar in Brabant is algemeenheid. De drugs, synthetisch en de wietteelt, die wild tierig. Dus dat betekent dat, dat we daar ook fors capaciteit op inzetten. Ja, het is denk ik een toeval dat het nu allemaal bij elkaar komt. Maar in totaal van de ondermijning en de criminaliteit in deze provincie, die baart mij absoluut zorgen. Maar het feit dat we de apotheek, dat ik die laat sluiten, heeft inderdaad te maken met het simpele feit dat we weten dat wij eigenlijk een gedoogbeleid met elkaar hebben. Maar ook binnen dat gedoogbeleid zijn een aantal grenzen bepaald. En die grenzen, u noemde het net 80 kilo, uw woorden, die zijn in ieder geval wel iets meer dan de toegestaande 500 gram. Ja, want we hebben vaker gehad dat er inderdaad discussies zijn over van ja, kun je verwachten dat een koffieshop onder het gedoogbeleid softdrugs verkoopt als ze het niet kunnen, geen echte voorraad kunnen hebben en het niet kunnen aanleveren en dat allemaal illegaal is. Maar ja, 80 kilo is dan wel het andere uiterste natuurlijk. U zegt het. Dat lijkt me inderdaad. En als je 80 kilo hebt en je hebt een fors bedrag aan contanten en je hebt daar ook nog een wapen bij liggen of wapens bij liggen. Nou, mag je de vraag stellen van hoe tolerant een burgemeester op enig moment moet zijn. En ik moet zeggen dat ik heb ook de betrokkenen zelf ook gesproken. En ja, die zit hier ook geweldig mee. Dat begrijp ik heel goed. En ik ben er ook niet blij mee. Ik ben er ook niet trots op. Want coffeeshops, zeker in een stedelijke omgeving als deze stad, ja, die zijn van deze tijd. Het is een niet weg te denken geheel. En het levert ook weer allemaal bijkomende problemen op als je deze coffeeshop sluit. Want dan heb je twee scholen. Hè? De ene school zegt van ja, dit is het argument, die verwevenheid tussen de grote criminaliteit en het gedoogbeleid. Je moet zorgen dat die aanlevering ook legaal kan, want dan splitsen die twee tenminste. Terwijl de andere school zegt van zie je wel, het is gewoon één criminele bende, je moet juist stoppen met dat gedoogbeleid. Waar voelt u meer voor? Nou, ik heb aangegeven dat ik ben ook van de school van laten we proberen om het te reguleren. Reguleren dat je weet wat er aan de achterkant binnenkomt, zodat je ook weet wat er aan de voorkant uit gaat. Er zit enige hypocrisie in dat je het wel mag verkopen, maar niet mag aanleveren. En daarachter wordt het steeds schimmiger. Nou, dat zijn discussies die ook landelijk gevoerd zijn. Er is onlangs in de Kamer een motie aangenomen bij Kamerbreed in de Tweede Kamer. Er wordt gezegd, we moeten het gaan reguleren. Maar met de wetenschap van voor de verkiezingen was de Eerste Kamer daar absoluut op tegen. We zullen zien of het nieuw te vormen kabinet daar ook stappen in gaat zetten. Ik hoop van harte dat ze het doen, want het kat-en-muisspel levert niets op. Maar aan de andere kant ben ik er ook van overtuigd, met Bosgraad, dat het reguleren de problematiek niet uitbandt. Want natuurlijk, waar geld wordt verdiend, kan worden verdiend, ja, dat is wel geen enkele Nederlander, maar ook geen enkele Brabander het loslaten om daar een graantje van mee te pikken. Laatste onderwerp. De komende weken lijkt in Nuenen daadwerkelijk de discussie gevoerd te gaan worden of ze nou naar Eindhoven gaan kijken voor hun bestuurlijke toekomst of naar Sonnenbreugel. Heeft u er nog een beetje vertrouwen in? We hebben onlangs hier met de gemeenteraad een discussie gehad over hoe staan wij als gemeente in het hele verhaal van veerkrachtig bestuur. Wat is de rol van de regio? Hoe moeten wij reageren op vragen omtrent de versterking van het stedelijk gebied? En daar hoort de discussie over Nuenen ook in. We hebben een uitnodiging ontvangen van Nuenen om te komen spreken over Nuenen heeft zich verklaard om mogelijk een einde te maken aan de zelfstandigheid en heeft een aantal opties.
gedefinieerd waarvan een eventuele samengang met Eindhoven er één van is. Ik ga dat gesprek met vol vertrouwen en open mind tegemoet. Hetzelfde geldt, hebben we deze week een uitnodiging gekregen van de gemeente Zonne en Breugel, die ook graag op bestuurlijk niveau in hun oriëntatie een gesprek wil hebben over ja, hoe kijken de buren tegen een constructie aan waarbij er sprake is van Nuenen samen met Zonnebreugel, Zonnebreugel zelfstandig, Zonnebreugel met Eindhoven. Kortom, ik vind het buitengewoon plezierig dat je met een warm hart en een koel hoofd met elkaar gewoon eens de opties gaat verkennen. En daar gaan we de komende weken met veel enthousiasme de gesprekken voeren. Want het leek op een gegeven moment wel even of u met uw nieuwjaarstoespraak, waarin u zei we moeten gewoon naar minder gemeentes in Zuidoost-Brabant toe, daarmee toch zozeer de knuppel in het hoenderhok had gegooid dat iedereen weer in de gordijnen hing. De hakken in het zand te zetten. Zijn dit dan signalen dat het toch een beetje meevalt? Of is dit alleen maar voor de buren van ja, we praten wel, maar gebeurt er uiteindelijk toch niks? Oh nee, daar ben ik absoluut niet van overtuigd. Kijk, ik heb een signaal afgegeven. Ik vond dat ik dat moest doen. En ik heb ook steeds gezegd dat ik de autonomie van elke gemeente respecteer. Dat wordt nog wel eens vergeten. Het lijkt of deze burgemeester van imperialistische huizen is. Nee, op het moment dat een gemeenteraad om hun moverende reden besluit om de zelfstandigheid ter discussie te stellen en die bevindt zich in het stedelijke gebied, dan is het mijn opvatting dat er dan maar één weg is, aansluiten bij het stedelijke gebied. En geen nieuwe constructies maken met plattelandsgemeenten, waardoor het stedelijk gebied niet wordt versterkt. Nou, die discussie die is ook hier in de gemeenteraad gevoerd. Daar is alle begrip voor dat we echt de stedelijke opgave centraal moeten stellen. En wat de gemeenteraad ook in lijn met mijn eigen uitspraken tijdens mijn nieuwjaarstoespraak heeft gezegd van wij gaan ervan uit dat de identiteit van in dit geval Nuenen altijd moet worden gewaarborgd. En daar willen we met elkaar het gesprek aan. Onder welke voorwaarden zou een eventueel samengaan van Nuenen met Eindhoven in wederzijds belang kunnen zijn? Nou, daar horen al deze aspecten bij. En denkt u dat als u daar gaat praten, dat u dan dat vertrouwen kunt wekken, dat ze inderdaad geloven dat alles in Nuenen gewoon Nuenens blijft, ook al zouden die gemeenten samengaan? Ja, als ik geen vertrouwen heb, dan moet ik stoppen. Ik ben een positief ingesteld mens. Wij hebben de uitnodiging van Nuenen gekregen. We hebben de uitnodiging aanvaard. En we gaan met een open mind het gesprek in. En volgens mij gaat het niet om wat ik wil. Het gaat om wat we samen willen. Wat het belang is voor een duurzame toekomst van Nuenen. Eventueel in samenhang met de gemeente Eindhoven. En dan gaat het altijd om win-win. Meneer Jorritsma, dank u wel voor uw tijd weer. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. En volgende week zijn we er weer met Spotlight. Heel graag tot dan.